BN'ers maken graag programma's met BN'ers. Het liefst praat graag BN'ers. Bo van Ervedorens vult er hele uitzendingen mee, maar ook de Meilandjes hebben nu een programma met kletsende BN'ers, Chateau Meilandvips. Het is de bedoeling dat Martin Meiland en zijn familie de sterren ondervragen, maar interviews kun je het niet noemen. Paul de Leeuw vindt het wel heel pover als dit dan de hedendaagse versie van Villa Velderhof moet voorstellen, zegt hij in de podcast Lightless Lounge. Zelf heeft hij geen ambitie om zo'n soort programma te maken, omdat er volgens hem al te veel in dit genre wordt gemaakt. Zo'n Villa Velderhof wordt al heel vaak gedaan. Hij vervolgt, ik zie het terug bij Bo. Bo aan een meertje, Bo op een berg. En de Meilandjes, dat vind ik verschrikkelijk. Niet journalistiek. Het zijn gewoon drie mensen aan een tafel, van, zet zeikstemmetje op, hoe gaat het nou? Drink je geen wijn? Oh, je moeder is overleden, hè? Hoe was dat nou? Dan denk ik: Jongens, kom op. Heeft Paul plannen om zo'n soort programma te maken? Nee, zegt hij. Het grappige is, sinds januari heb ik wat minder werk op me genomen. Ik speel nu in Jesus Christ Superstar. Een kleinere rol, maar mooi om te doen, en ik merk nu dat ik de eerste dagen in mijn stoel zat en nu even helemaal niks in mijn hoofd heb. Ik vind het heerlijk. Paul houdt rekening met het einde van zijn tv-loopbaan. Blijft hij dan in ons land wonen? Dat denk ik niet. Ik denk dat ik dan wel weg ben. Met New York heb ik wel echt een heel goede band en we hebben een heel leuk huis in Spanje. Ik zei wel tegen mijn man: Als ik vier of vijf maanden geen werk zou hebben, dan ga ik niet in Nederland wonen. Nee.